Hallo kijkers, de machine echt. En welkom weer terug bij New York van Assassin's Creed Brotherhood. Vandaag gaan we natuurlijk, zoals altijd, weer beginnen met de contracten van de assassins in opleiding. En jongens, daarna gaan we een hoofdmissie doen. Want er staat verder niks op de kaart dat we kunnen doen. In ieder geval, wat is allemaal gebeurd? Is recruit Giovanni Migliore. Welkom. Servitore Storeno. Welkom. Ercole Episotto. Welkom. Reken af met een verrader. Goed zo, jongen. Dat heb je goed gedaan. Die gozer heeft level 2 bereikt. Goed zo. Bescherm een koopman. Goed beschermd, jongens. Oké, jij bent level 3. Jij bent level 3 en jij bent level 2. Bescherm het broederschap. Goed zo. Niveau 2. Oké, in ieder geval kunnen we wat mensen... Ja, we kunnen wat mensen upgraden. Oké, ik wil ze allereerst zo tanky mogelijk maken. Dus jij wordt een... We leren beenplaten. Ja, neem jij die maar. Oké, en dan jij krijgt natuurlijk ook dit ding. Even kijken trouwens. Ik heb het nog niet echt gedaan met die kleuren. Dus ja, jij krijgt je panzer. En ik wil jouw kleur nog even aanpassen. Naar azuurblauw. Ik weet niet wat voor blauw jij hierin ziet. Maar dit is wit. Dit is rood. Dit is blauw. Oké, ik zie er meer bruin in. Maar oké, jij krijgt daar een puntje bij. En dan graag smaragd groen. Kijk, daar zie ik wel groen in. Zie ik hier blauw in. Net nogmaals. Ah, daaronder. Daaronder is een beetje blauw. Oké, jij dan. Jij krijgt je panzer erbij. En... Kamera zijn rood. Ja, rood is echt mijn lievelingskleur, jongens. Dus rood zeker. Oké, maar ik wil ze allemaal eens zo tanky mogelijk maken. Dat is tenminste eerst mijn plan. Ebben houdt zwart uit moeras. Oké. En jou heb ik net een kleur gegeven. Oké, jij krijgt van mij ook nog een kleur. Ook al kan ik jou niet upgraden. Sluipmoordenaar zwit. Oké. Dan krijg jij weer die hele mooie rood kleur. En dan krijg jij weer helemaal die mooie blauw. Waar ik geen blauw van zie. Oké. Nou. Nu heb ik ze allemaal even een kleurtje gegeven. Oké, in ieder geval. Dat is weer gebeurd. We gaan ze weer op contacten sturen. Want dat moet ook nog gebeuren. Deze. Kunnen we 500 XP? Dat is best wel wat. Kunnen we... Nee, die zelfs die sterker kunnen dat niet. Oké, nou, we kunnen geen grote schoonmaak houden. Bezorg een rapport. 79, dat is... Oké. Hoe doen jullie dit? Niet heel veel. Kijk, en dan neem ik jou er nog bij. Kijk, en dan gaan jullie maar even een ding bezorgen. Oké, in deze. Stil een eigendomsakte. Goed. Als ik jou nou uitnodig en jou. Kijk, en dan hebben we 100%. Oké, stil jij maar een eigendomsakte. Vermoord een priester. Wordt hem niet. Dit wordt hem ook niet. Balagalona wordt hem ook niet. Moskou. Kan jij dit in je eentje aan, niveau 3 gozertje? Nee. Kunnen jullie dit met z'n tweeën aan? Maar dat vind ik ook zo zonde. Waarschijnlijk kunnen jullie dit wel met z'n tweeën aan. En, kan zo'n ene gozer tegen zo'n twee? Nee, dat is 50%. Oké, even kijken of we weer met een 1 kunnen krijgen. Dat is 2, dat is ook veel te moeilijk. Oké, even kijken of we nog met een 1 kunnen krijgen. Ja, laat jij maar een spion in de val lopen. Dat kan jij wel, heel goed. Oké. Nou, dan is volgens mij iedereen is bezig. En hoe lang duurt het allemaal? 12 minuten, 7 minuten, 3 minuten, 12 minuten, 12 minuten, 7 minuten, 7 minuten. Oké, dan weten we in ieder geval dat iedereen iets aan het doen is. Jongens, trouwens, sorry dat dit steeds in het begin moet. Maar ik wil het jullie gewoon laten zien. Want dit vind ik wel iets wat jullie moeten zien. Oké, in ieder geval, wij gaan vandaag dus verder met de hoofdmissies. En daar is een hoofdmissie in de buurt. Laten we daar naartoe gaan, denk ik. Waarom hoor ik steeds van dat ping-ping dingen? Terwijl ik helemaal geen kistje zie. Misschien is er een kistje in de buurt, dat kan. Nou ja, in ieder geval, wat is hier? Bloed. Bloed is hier. Waar gaat het bloed naartoe? Oh. Mevrouw, wat is er aan de hand? Want die andere mevrouw... Ik heb het tegen die mevrouw die nog leeft. Oké? Wat is er aan de hand? Voor deze herinnering heb je minimaal 1 beschikbare sluipmoordenaars recruit nodig.
Jongens, dan zie ik jullie zo als we weer sluitmoordenaars recruten hebben. Kijk eens, ben ik weer. We hebben weer een zo'n persoon terug. In ieder geval, dan kunnen we nu de missie doen. Who did this? That monster, Malfatto! Did you see him? That way! Oké, Malfatto, jij gaat eraan. Serie misdadiger. Malfatto jaagt op meisjes in het Tiber-district. Speur hem op en dood hem. Dat is je doelwit voor je sluitmoordenaars recruten en door je Oké. Ik weet niet of dat... We gaan het proberen. We gaan het proberen. Meer kan ik niet zeggen. En god, dat duurde best wel lang. Malfatto. Een dokter die weer anders doodt. Oké. Wat heb jij? Die is die kant op. Ze weet ook meteen waar ik naar iets zoek. Nou, ik had ook niks anders verwacht, want het gaat alleen maar naar rechts. Oké. Waar? Daarheen. Oké. En... Waar nu naartoe? Die kant op. Oké. Je mag ook sneller wijzen hoor. Je ziet mij aankomen en dan mag je ook wijzen waar naartoe. Oké, wat doen er zoveel hoeren hier? Of zoveel meiden hier? Ik weet niet of ik het moer... Ik weet niet of het echt hoeren zijn. Nou ja, ik weet niet. Zorg dat je doelwit oplicht door er dichtbij te komen. Animale. Oké, waar is Malfatto? Kan ik... Hoppakee. Ja, dat kan. Gelukt. Waarom hoor ik een aap? Requiescat in pace. Ja, die ziet niks meer hoor. Die ziet niks meer, Ezio. Die ziet niks meer. Dus die kan niet zeggen hoeveel finish op steekt. Oké. Nou, bedankt, Assassin Gozer. Dag, Assassin Gozertje. Probeer wel goed te ontsnappen, hè. Ik weet niet of het een man of een vrouw was. Nou ja, maakt niet uit. Even kijken of die... Hij is goed ontsnapt. Goed zo, mooi. Ik wou zeggen, even kijken of die goed is ontsnapt. Maar hij is goed ontsnapt. Oké, hoe zit het hier verder? Zijn er nieuwe zijmissies bijgekomen? Ondertussen. Nee. Gewoon, nee. Oké, nou mooi, dan gaan we weer een hoofdmissie doen. Want we hebben nog wel even tijd. Of we hebben nog wel wat tijd. Oké, in ieder geval, ja, laten we dat gaan doen. Ik ga, trouwens jongens, ik ga zelf niet zoveel met mijn assassins doen. Ik ga ze wel opleiden, maar wat ze dan doen met die opleiding, mogen ze zelf weten. Ik ga niet heel veel doen met die assassins. Tenzij ze misschien in de 100% staan. Of misschien dat ik maar één target moet doden. Dan is het eigenlijk een probleem. Maar ik vind het te riskant om ze... Hoe heet dat? Bij een groep mensen mij te helpen laten vechten. Want ik bedoel, ze gaan heel snel dood. En stel je voor dat ik straks iemand level 10 heb. Of 20 of 30 of 40. Hoe hoog het dan ook maar gaat. Dan... Ja, en ze gaan dan dood, dan kunnen we waarschijnlijk weer helemaal opnieuw gaan beginnen. En dat is zonde. Dus, als een missie dat graag heeft, dan doe ik dat. Anders niet. Oh, er zit weer iemand te huilen. Vertel het eens. Wat is er? Bambino, why do you cry? They're going to take my mama on a boat ride. They say I will go on the next one. Ooh. A man from the castle came with guards and arrested us. He scared me. They are scary. But you look very brave. Will you bring my mama back? Ja, zullen we... Zoek Silfretto Sabatini. Heel knap dat hij dat gewoon in één keer weet, Ezio. Dat het die gozer is. Dood hem en bevrijd zijn slaven. Dood je doelwit door de sluitmoordenaars recruit in te zetten. Kom voor de bakker. You take your mother. Down that street. Good. Do you have some place to go for now? My uncle's. Go there. Do not stop to talk to anyone. Tap. Kindje, je ziet je mama zo terug. Nou ja, zo. Silvestro Sabatini. Die gozer die doet mij denken aan een gozer uit de 101 Dalmatiërs movie. Of nou ja, of game, ik weet niet. Dan was het ook zo'n gozer met zo'n bontjas aan, die de hele tijd ding. Dat deed. Ik weet dat hij in de game zit van
101 Dalmatiërs puppy reddingsactie. Dat is echt een geweldige game. Ik heb hem vroeger echt non-stop gespeeld. Steeds opnieuw, 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 opnieuw. Misschien dat ik hem ooit nog wel doe. Dat is wel leuk. Een keer Disney game. Beetje een niet volwassen game-achtige, maar gewoon een game voor 3+. Niet dat deze games heel erg zijn, want ja, een beetje bloed kan ik wel tegen. En Minecraft is niet zo erg, nou ja. We hebben iets voor alle leeftijden, jongens. Dat klinkt echt zo advertising. Ik wil niet doen aan advertising nu. Ik wil gewoon slaven redden. Of nou ja, sowieso dat jongetje zijn moeder. Oké, waar is iedereen? Daar is die. Nee, ik moet niet in het hooi gaan zitten. Oh god, hij komt deze kant op. Nee, hij gaat niet die kant op. Oké, zorg dat je niet ontdekt wordt. Oké, weet je... Hier. Heb geld. Oké. Ik vind het heel zonde voor die 10 florijnen. Maar anders blijft hij mij storen. Ja, geld, geld, ja, geld. Dat is gewoon geld, hoor. Geld is gewoon geld. En het is allemaal heel mooi veel waard. Oké, dit was niet het allerslimste idee wat ik had. Dit was echt niet het allerslimste idee wat ik had. Even kijken of we hem snel nog kunnen zien. Ja, goed zo. Hoppakee. Niet omhoog, Ezio. Wat je ook doet, niet omhoog. Bewaar afstand. Ja, die gozer ziet mij echt totaal niet, hoor. Hoe goed hij ook wil kijken, dan zou hij misschien nog iemand aan de reling zien. Laat ik hem gewoon via het dak volgen. Oké, ja. Hij ziet mij net niet. Hey, mevrouw, ik kom even zitten. Ja, gozer, ik ken die twee mevrouwen. Dat zijn... dat is Emma en dat is... Clarijn. Weet ik veel wie die dames zijn. Hoe ver gaan we nog? Gozer, hoe ver gaan we nog? Oké. En hij moet dus gedood worden door een recruit. Oké. Dat kan ik regelen. Gozer, dus er loopt niemand achter je. Tenminste, nu niet. Ik sta stil. Dus. Oké. Waarom trek je nou een sprintje? Je hebt mij door, hè? Hij ontsnapt, dus die heeft mij waarschijnlijk door. Of dat is gewoon zijn geheime gang van zaken. Oké, daar is die ergens. En waarom ren jij? Maar nu stop je opeens met rennen. Nu denk je dat ik jou kwijt ben. Nou, zo simpel gaat het niet. Waarom hoor ik een paard... Oh, wacht even. Ja, dat is een weg daar. Ik wil wel zeggen, want anders kan daar geen paard wezen. Hoe ver ga jij nog? Want ik vind... Oh, god. Is hij weer aan het rennen? Dat weet ik niet. Verboden gebied. Oh, hè. Stopt hij hier zeker waarschijnlijk. Hij is hier waarschijnlijk wel op zijn plek. Oké, ik zie een kooi, dus ja. We must ensure the kidnappings continue. But children, Silvestro. To secure his reign, Cesare needs to control the populace. Oké, eerst even hem afluisteren. Keep them quiet. I can hardly look at you. Please, Valencia. Soon, all this will be behind us. Are you afraid of him? Who? I am afraid of no one. Did he do that to your hand? My apologies. That was out of line. Please go. I am sorry. Oké, ik ga hier niet één op afzetten. Ik denk dat we gewoon ze allemaal, dus pijlregen. Papakee! Dan zijn ze allemaal uitgeschakeld. Waarom? Als ik één had neergezet, had die ene tegen al die gozer moeten vechten. Dat lukte niet. En ik herinner me nog dat ik pijlenregen kon doen. Dus ja, misschien is pijlenregen wel handig. Misschien dat ik mijn recruiten daarop wel gebruik. Want zoals ik zie, verschijnen ze dan niet, maar verschijnen dan wel pijlen. En dat vind ik niet erg. Ga naar de duiventil. Oké, waar is de duiventil? Daar. Ga je mij dan uitleggen hoe ik contracten moet gaan doen?
Ga naar Duiventil om je recruitsmachten te managen. Ja, maar ik weet hoe dat moet. ik heb het al gedaan. Oké, laat een spion in de val lopen. Geslaagd. Niveau 2. Oké. Stil eigendom actus. Geslaagd. Niveau 3. Niveau 3. Niveau 2. Breng de troepen in kaart. Goed bezig. Niveau 4. Niveau 4. Oké, en dan kunnen we nu er weer uit. Ja, dat was hem. Want jongens, ik wil de volgende keer graag dit doen. Maar ja, dat doen we dus de volgende keer. Jongens, ik zie alweer dat we op tijd zitten. Dus ik ga tegen jullie zeggen, kijk zo even naar het mogen. Help je maar mee. Help je kanaal mee. De volgende keer gaan wij... dat ding... die contract... die assassins in opleiding managen. Maar dat is jullie de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen... Doei!